Vandaag staan we van Loco bij Boerderijmuseum De Bovenstreek. Ik sta hier naast Jan van Ommen en Kees Sauwman. We hebben eigenlijk vandaag een primeur, hè, wat deze dag betreft. Kees, kun je er wat over vertellen? Ja hoor. Dit is de eerste keer dat we deze herfstfair organiseren. Het heeft het thema meegekregen huisvlijt. Dus op de deel zijn allerlei stands van mensen die dus thuis met kerstkaarten bezig zijn, kilten, noem maar op. En daarnaast is een belangrijke trekker vandaag het taxeren van sieraden en oudheden. Daar hebben we meneer Lotteman en de heer Bonhoff voor ingehuurd. Dus dat is iets nieuws? Dat is echt iets nieuws. Het is een beetje kunst en kids gevoel. Ja, ik ben benieuwd wat er tussen komt. Nou ja, het is nu, zal je even kijken, bijna 10:30. En het loopt al behoorlijk. Dus daar zijn we erg blij mee. Het weer werkt vanzelf ook mee vandaar. De zon die schijnt. We staan wel in de schaduw, maar de zon schijnt volop. Dus ik ga ook naar alle veilingen. En ik koop ook wel eens voor musea aan. Als ze dus bepaalde dingen nodig hebben. Bijvoorbeeld deze beugeltas heb ik net getaxeerd. Het is een hele mooie. Deze beugeltas, dit is een papegaaienbeugel, noemen ze die. Omdat hier een papegaai in gegraveerd is. Zie, aan weerskanten staat een papegaaienbeugel. En hier zit een mooie kralend tas aan met een mooie zonnebloem. Ik heb net al even gekeken. Deze beugel is gemaakt in 1850 in Schoonhoven. Dus het is een hele antieke. Waar ziet u dat aan? Er staan merken in. En bijvoorbeeld in 1900, alles zilver wat in 1900 gemaakt is, daar stond een A in. 1901 een B. En als ze dus uitgeteld waren met het alfabet, dan begonnen ze met een nieuw type hoofd. Bijvoorbeeld hoofdletters of zo. Dus en zo kunnen we vanaf 1800 kunnen we alle merken bekijken. En daarvoor verschilt het per stad. Dus elke stad had ook een stadsmerk. Dus Kampen bijvoorbeeld. Heel veel zilver kwam uit Kampen voor de Veluwe. En daar staan ook allemaal jaarletters in. En meesterteken stond erin. Een leeuw. En aan een leeuw kun je zien of het eerste of tweede gehalte zilver is. Ja, en wat willen de mensen nou graag weten? Waar het van afkomt of toch ook een beetje wat het waard is? Nou, ze willen ook wel vooral weten hoe oud het is. Hè? En ja, vroeger staan niet altijd zilvermerken op. Want ja, daar moest je voor betalen als je het liet keuren. En vroeger gingen ze toch ook wel de belasting daardoor ontduiken. Hè? Door het niet aan te bieden ter keuring. Nou, hier staat een mooi schilderij. Meneer, schilderij is van u? Dat klopt, ja. Dat is van mij. Ja, hoe is uw naam? Mijn naam is Hans Sugert. Oké, en wat verwacht u van het schilderij? Niet veel. Nee, niet veel. Dus u neemt mee om uw verwachter? Ik ben gewoon heel benieuwd in eerste instantie wie de schilder is. Ik heb al op internet gezocht. Er zijn alle Nederlandse schilders vermeld. Maar hij staat er niet bij. Nee. Dus mag ik vragen? Als je op tv kijkt, hè, af en toe hele verrassingen. Ja, hoe komt u eraan? Nou, het komt uit de familie. Het is, vroeger hing het al bij mijn grootouders. En volgens mij hebben die het ook weer van hun ouders. Dus het is al heel lang in de familie. Het is al heel oud. Het is in ieder geval, denk ik, 100 jaar. Ja. Ja. De lijst al een keer een beetje afgehaald? De lijst al een keer een beetje afgeschroefd om te kijken of niet? Ik heb hem zo laten zitten zoals hij zit. Want ik ben bang als ik hem losschroef dat hij uit elkaar valt. Ja, nou, misschien zien we straks nog terug en dan misschien echt een Rembrandt. Jan, jij doet de PR. Wat is er veel de organisatie voor nodig en moet je veel mensen benaderen of melden ze zich aan? Ja, nou ja, we zijn een paar keer naar een andere fairs toe geweest. Onder andere Den Aladink bij het kasteel daar, waar we een aantal mensen gesproken hebben. Maar we wilden toch het liefst dit zo regionaal mogelijk houden. Met streekproducten en dan streekproducten hier uit de omgeving. Kun je het voorbeelden noemen? Ja, kunnen we voorbeelden noemen. In de krant heb ik geschreven van heel veel producten uit oma's keuken. En dat is heel breed natuurlijk. Maar ja, pannenkoeken met of zonder spek zijn om te smullen. Maar ook iets heel eenvoudigs. Ik zit nog niet zo lang bij het Boerderijmuseum. Ik heb hier één keer patat gehad en ik heb nog nooit zulke lekkere patat gehad als hier met het Boerderijmuseum. En wat was er zo speciaal aan die patat? Ja, had je heel erg een trek of was het echt die patat? Nee, het was het
alles klopte met die patat. Ja. Christie zei net al, het is de eerste keer dat we de herfstfeer doen. Dus we zijn eigenlijk bezig met een try-out vandaag. Ja, en waarom een herfstfeer? Nou ja, we willen graag bezoekers naar het museum trekken. Dat is eigenlijk de grondgedachte. Ja. Meer bezoekers naar het museum. Nog meer, want eigenlijk elke keer als we hier komen, dan verbaast mij toch elke keer weer hoeveel mensen als hier komen. Dus dat is voor jullie toch wel even een opsteken, denk ik? Ja, dat is... Het bestuur heeft gezegd, het aantal loopt iets terug. En wat gaan we doen om dat aantal op peil te houden? Want het heeft vanzelf ook direct te maken met financiën. En jullie hebben in de krant kunnen lezen dat het gemeentebestuur zit te morrelen aan de subsidie. En die geeft ook aan van jullie moeten actief zijn. Nou, ik zit er nou net de eerste keer bij dat ik die herfstfeer mee help organiseren. Maar ik sta er versteld van hoeveel vrijwilligers hier bezig zijn. Het aantal ligt in de buurt van 120. En als je hier ook rondloopt en ziet wat er aan gebouwen staat en wat er aan materiaal, zeg maar oudheden staat, om dat allemaal bij te houden en in een goede staat te brengen en te houden. Nou, daar gaan heel wat uren in zitten. Ja, er zijn heel wat, tenminste. Dan denk ja. ik als de gemeenteraad dat is naar ter harte zou nemen. Hoeveel uur dat hier wel niet gemaakt wordt aan vrijwilligerswerk. Ja. Nou, daar sta je versteld van. Ja. Nu is er ook wat nieuws. Jullie hebben ook het koor WhatsApp. Hoe komen jullie daarbij om WhatsApp hierheen te halen? Het is misschien wel goed, heb ik tegen Pim gezegd. Als we ook wat... Kijk, het is het boerderijmuseum Oldebroek. Maar het is natuurlijk het boerderijmuseum van de gemeente Oldebroek. En daar dacht ik van, het is misschien wel goed als er ook eens wat invloeden uit wezen bij dat... Goed voor de huiselijke sfeer. Ja, ook goed voor de huiselijke sfeer, ja. Onze kledendracht is Blue Jeans uit de vroege jaren 20 in Amerika. En ik hoop dat jullie dat aanvaardbaar vinden. Ik vind het bijzonder prettig om u als oude onderbroeker ons koor te presenteren onder leiding van Tim. We brengen nu muziek uit de 60er tot jaren tot heden. En we beginnen met een nummer van Adele uit 1910. Rolling. Een drukfout. We beginnen met Rolling. Rolling in die tien. Varken? Ja? Vanmorgen nog gevangen? Nee, niet vanmorgen gevangen. De hele week al voorbereid. De hele week al voorbereid? Ja, helemaal voorgekookt. Dus dan wordt een broodje beenham. Ik hoef het niet zielig te vinden, hè? Nee. Vind ik wel, maar... Waar komt hij op vandaag? Waar hij vandaan komt? Nee, komt hij op vandaag? Ja, dat hoop ik, dat hij opkomt. Dat hoop ik. Ja, okay. Ja. Ja. We zullen niet zoveel animo wezen voor de kop en voor de poortjes. Maar dat voor... denk je niet, die oudere mensen? Nou. Voor de snert, ertend soep, slaat. Nou, misschien daarvoor, maar verder dat denk ik niet.
Maar er zit ook mooi vlees aan, dus voor op een broodje is dat heerlijk. Ja, okay. Ondertussen sta ik bij Carlijn. Carlijn, je bent schitterend aangekleed, maar dat heb je niet maar zo gedaan. Nee, dat heb ik gedaan omdat wij een stukje gaan rijden op het paard. En wij gaan laten zien dat in Argentinië de paarden een beetje anders gereden worden. En dat het er anders uitziet. Ja, en wat voor paard is van jou? Wij hebben het paard hier op de achtergrond. Een Argentijnse Criollo. En de originele berijders die hebben altijd kleding aan om te werken, zeg maar. En daar gaan wij op rijden. Ja, en waarom doe je mee? De eerste keer, neem ik aan? Ja, dat is de eerste keer. Omdat ik het leuk vind en trots ben op het ras. En kijken of we dat kunnen laten zien. Dat andere mensen er ook enthousiast voor worden, zeg maar. Ja. Denk je, zou het paard zich gedragen vanmorgen? Want het is anders dan alles, zei je net. Ja, normaal rijden we in het bos. En een kleine ruimte vindt hij nooit zo heel fijn. Dus ik hoop dat hij zich een beetje gedraagt. Maar hij is kalm, dus dat scheelt een hoop. Hey, and away we go. Through the grass, cross the snow. Big brown beastie, big brown face. I'd rather be with you than flying through space. Some find it strange. Vrouw, je bent die prachtige rozen aan het maken. Waar maakt u ze van? Ik maak ze van kreppapier. Kreppapier? Kreppapier wat ik gewassen heb. Ook in het water van kreppapier wat ontkleurd is. Kreppapier wassen? Ja. Ja. Dat is een hele kunst, denk ik, of niet? Ja, dat is op zich. Daarna is het ook kleur echt. Blijft het ook mooi. Ja. En hoe lang doet hij dit dan? Want er is toch een hele cursus voor nodig, denk ik, of niet? Het is een hele oude techniek. Stamt al uit de tijd van koningin Victoria. Dus zo lang bestaat dit al. Ik heb het zelf 15 jaar geleden heb ik het geleerd. En sindsdien geef ik zo af en toe een workshop. U bent aan schilderen, dat hele mooie schilderij hangen daar. Nu maakt u een portret, maar degene is er, die is er even vandoor. Die is nu aan het optreden, ja. Met de klederdag. Met de klederdag. Waar let u op bij het schilderen van een... Op de partijen. En juist het leuke mooie licht wat je nu door het raam hebt, dat hier komt, weet je wel. Ja, dat maakt het rond, hè. En daar moet je, die licht-donkerverhouding moet je goed in de gaten houden. En de mond is heel belangrijk. Dat moet ik straks als ze weer terug is goed uitwerken, want dat maakt... En ze heeft ook een bril op, dus die moet er ook nog op komen. Ja. Oh, lekker stof. Ik moet altijd een beetje in de stijl op. Ja, ja. Oké, wat bent u nu aan het maken? Nou, dit is gewoon... Log Cabin heet het. Dat is van oudsher. Dat het vuur was altijd rood in het midden. Ja. En daar ging je dus met bepaalde... een donkere en een lichte kleur ben je daarmee aan het werk. Volgens mij moet je wel heel, heel, heel veel geduld hebben, of niet? Ja, je moet heel veel geduld hebben. Het kan ook heel ontspannend werken. Dus mensen. Ja, echt? Ja. Het is handwerken. Kijk, je kan echt hele mooie... Vanaf de Amish komt het uit. Hè? Die deden vroeger van armoe, van oude kleding. Maakten ze dus lapjesdekens van. Daar komt het oorspronkelijk van weg. Nee, we hebben hier een paar extra spinnenwielen neergezet. Zodat iedereen die daar zin in heeft het ook eens mag uitproberen. Roosje. Ja. Maar ik zeg altijd, als we beginnen, dan gaan we... U heeft het alles gedaan, of niet? Ja, zo ziet het er wel uit, hè? Ja. Dan eerst trappen, alleen maar trappen. En hij moet rechtsom, want u moet het trapgevoel krijgen. Weet u wat het voordeel is? Dit hoef je nooit uit te halen. Ik laat nooit geen steek vallen. Ik kan gewoon met je praten. Kijk, en als die draad knap is het ook niet zo erg, want dan pak ik weer een nieuw plukje. En ik leg het erop. Kijk, ideaal. Slotstuk? Ja, dit was natuurlijk... Dat is meestal zo, maar dit was wel heel iets aparts. Wat is dit? Dit is oud-Chinees aardewerk. En dat is zeker 1000 jaar oud. En dan praat je hier over 25.000 euro per stuk.